Goedemiddag. Het is ongeveer 6 maanden geleden dat we elkaar nog gezien hebben. En we zijn dan ook blij om de resultaten van het project aan jullie voor te stellen. Sommigen onder jullie hebben het aan de lijve ondervonden met echte case studies. Voor de mensen die dat niet het geval is, ga ik toch eens even overlopen wat we nu eigenlijk allemaal van kennisopbouw hebben gehad. Zodat jullie ook je meerwaarde er kunt gaan uithalen. Dus dat is het projectplan. We hebben in het begin heel sterk de nadruk gelegd op alles wat te maken heeft met SQL op big data technologie versus relationele databases. Daar is een case study rond geweest. Kirt heeft daar nog veel voortgewerkt. En die gaan jullie vandaag dat ook voorstellen, maar die is geveld door buikgrip. Wat gaan we doen? We gaan zijn presentatie inblikken. We hebben daar Muriel voor. En die krijgen jullie dan binnenkort ter beschikking. Dus dan kun je dat bekijken op het moment dat je er tijd voor hebt en dat het het interessantste is voor u. Dus wat mag je daar verwachten? Een nog diepere vergelijking tussen SQL op Big Data, dus Spark SQL, Hive, Impala, en dan de vergelijking met de MS SQL Server. Dat had Kirt in petto, maar ja, spijtig genoeg geveld. Maar er is meer dan genoeg interessant te vertellen vandaag. Een belangrijk stuk van distributed processing is als het gaat over streaming data. Data die aan een vrij hoge rate real-time binnenkomt. Wannes heeft daar een case study gedaan bij B-Mobile en gaat zijn ervaringen daar gaan meedelen. De feedback die we vorige keer gekregen hadden was heel sterk, vrij unaniem over 2 dingen. 1, jullie wouden meer voeling krijgen met wat er leeft in Vlaanderen qua big data technologie, use cases. Daar hebben we Chris voor laten opdraven. Chris gaat straks een beetje vertellen vanuit zijn ervaring welke soort use cases hij meegemaakt heeft. En anderzijds, een van de vragen die ook terugkwam van sizing servers moet terug een beetje meer sizing doen. Inderdaad, ik zie Stijn al lachen. Dat was een vraag die zeker vanuit, onder andere vanuit Savaku kwam. Geef ons een idee van wat voor infrastructuur ik nodig heb voor bepaalde big data technologie. Ik heb daar een stukje van gedaan, ik ga dat zo dadelijk presenteren, rond Spark. En het gedeelte dat te maken heeft met SQL om big data krijgen jullie dus binnenkort gevideodiseerd of zoiets. Dus we hebben de laatste maanden heel sterk ingezet dus op te gaan zorgen dat de bedrijven die met ons samenwerken, die effectief case studies hebben, dat die afgewerkt werden. En dan op die infrastructuuranalyse. Goed, dus dat zijn. We hebben met Chris samengewerkt. Daar heeft vooral Kirt mee samengewerkt rond Elasticsearch. De mensen van B-Mobile stellen zich zo dadelijk voort. En we zijn nu ook begonnen met een project bij RootU. Dus daar is al heel wat tijd naartoe gegaan. Dan een oude belofte van mij. Normaal gezien ging dat al in december zijn, dat we een themedag gingen kunnen organiseren. Maar we doen dat dus met een aantal grote partners, onder andere HP, Intel. En dat is niet zo simpel. We zijn in totaal met 5. En dat is niet zo simpel om dan het tempo erin te houden. Dat ligt zeker niet aan ons, maar het is nu eindelijk werkelijkheid. We hebben dus een themadag die vooral gefocust is, dat ga ik er wel direct bij zitten, bij zeggen op de infrastructuur die onder Big Data zit. Dus terwijl we de vorige tijd heel veel sterker op het softwaregedeelte gekeken hebben, zal de themadag vooral interessant zijn voor de mensen die vragen hebben rond infrastructuur. Er zit ook een ander stukje in. HP gaat daar gaan spreken over hun reference architecture. Maar ik wil toch benadrukken dat het een vrij uniek concept is. In de zin van, het is een sponsored event, in de zin van, dit kost aan de belastingbetaler, of liever gezegd, ons project relatief weinig. Maar we hebben er wel de nadruk op gelegd dat het geen commerciële presentaties mogen zijn. Dus het commerciële gedeelte van de presentaties
moet beperkt zijn. Dus het wordt door technische mensen gegeven. En wij gaan nog altijd volledig onze onafhankelijke rol vervullen. Dus wij zijn volledig vrijgelaten om hetgeen dat bijvoorbeeld een Intel, een Kingston, een HP te vertelt. Wij hebben daar volledig onafhankelijk onze testen mogen uitvoeren. Dus voor de mensen die het al meegemaakt hebben, het is dus een typisch een half uurtje één van de vendors en dan een 20-tal minuutjes wij die ons onafhankelijk onderzoek voorstellen. En dus bijvoorbeeld Intel zal vertellen over hun nieuwste platformen, zowel qua compute als storage. En wij gaan daarna opvolgen met de testen die we gedaan hebben. En dat zal altijd een nuancering zijn. Dus dat is zeker niet zo het typische gesponsorde event waar je alleen maar reclame en oppervlakkigheden te slikken krijgt. Daar doen we toch ons best voor dat dat niet het geval is. Jullie hebben al een mail gekregen, maar we hebben gezien dat het heel enthousiast ontvangen is door Vlaanderen, want er zijn al 50 inschrijvingen van. Maar in de gebruikersgroep mag er nog een beetje reclame rondgemaakt worden. Dus vergeet u niet in te schrijven, want het aantal plaatsen is beperkt tot 100 vanwege de venue. Dus je mag zowel presentaties verwachten van Intel, HP, als van ons. En dan nog een beperkte presentatie van LCL. We hebben het al eens gezegd, maar ik blijf het herhalen. Dus een van de eindeliverables is een online cursus. Ik heb al een paar vragen gehad van mensen. Is die niet beschikbaar? De bedoeling is die op het einde van het project op te leveren. Dus op dit moment, wat je al wel ervan kan zien, is het feit dat Muriel aan het filmen is. En als jullie teruggaan in jullie mailbox, dan heb je in een nieuwsbrief de link gehad naar de video's die opgenomen zijn in de voorbije gebruikersgroepvergadering. Dus dat stelt u in staat om te kijken naar die presentaties wanneer dat het u echt uitkomt. Wanneer dat je ze echt nodig hebt. Want het is altijd een beetje moeilijk om in te schatten wanneer dat je bepaalde kennis nodig hebt. En ik weet ook wel vanuit ervaring, kijk ik met veel meer aandacht naar een presentatie op het moment dat ik ze zelf nodig heb. Dus vandaar. We willen verder bouwen op de kennis die we nu hebben opgebouwd de voorbije anderhalf jaar. En we merken ook, we hebben nu een van de mensen die hier zitten, die kunnen het al getuigen. Steven en Daan van Active.data. Die behoren tot die groep van start-ups, waar het de broeidirect nog iets in Vlaanderen. We merken steeds meer dat er mensen zijn die analytics meer in een cloud-omgeving zouden draaien. En dat heeft de reden dat daar een aantal, hoe moet ik dat noemen, semi-kant-en-klare analytics-platformen worden aangeboden. Dus als je gaat kijken, in 2015 is er echt een explosie geweest van wat men noemt analytics-as-a-service aanbiedingen. En dus zowel Azure als Amazon die daar echt de ene service naar de andere uitrollen die het u moet gemakkelijker maken om natuurlijk dat soort platformen op te zetten. Een stuk gemakkelijker dan wij bijvoorbeeld gehad hebben met die open source versies op te zetten. En dat maakt natuurlijk dat er een aantal nieuwe toepassingen mogelijk zijn. Maar, ik kijk dan naar Wim, de mensen die dat al geëvalueerd hebben, die weten ook wel dat je daar serieus mee moet opletten. Er serieuze valkuilen zijn qua kosten onder andere. En daar willen we dus op verder bouwen. Dus enerzijds de big data kennis die we nu hebben consolideren, maar anderzijds ook dat stapje gaan doen naar de cloud toe. Daarbij wil ik ook vertellen dat het de bedoeling natuurlijk ook is om niet zomaar als een kip zonder kop de mogelijkheden die Azure en Amazon aanbieden te gaan omarmen. Het is nog altijd met de bedoeling van kijk, zo doe je het on-premise, zo is het in de cloud geïmplementeerd en dan goed af te wegen wanneer doe je het een, wanneer doe je het ander. Goed, ik ga zo dadelijk de kans geven aan mensen die nieuw zijn om zich voor te stellen, hè, want sinds de vorige keer hebben we terug een aantal nieuwe mensen onder ons. Dus de mensen van B-Mobile gaan zich zo dadelijk voorstellen als mijn presentatie gedaan is, in verband met de case study die Wannes gedaan heeft.
De mensen van Active Data, misschien kunnen die zich al... Steven, ziet jij dat zitten om eens even voor te stellen waar jullie mee bezig zijn? Ja, dat is goed. Een stukje ingegeven door een aantal praktische problemen die wij ondervinden of vragen die we krijgen van sommige klanten. Zijn we momenteel aan het werken van een project dat met geolocalisatie en geotagging werkt. De bedoeling is om aan bepaalde tijdelijke evenementen of zo een geotagging aan te hangen. Nu, ik kan dat nog in detail toelichten. De bedoeling is dat dat wel vrij schaalbaar moet zijn. En daarom dat we vandaag eens komen luisteren, goed, als wij een explosie van aantal locaties krijgen die aangevraagd worden, die dan ook nog voortdurend wijzigen, hoe moeten we dat trekken in een cloud-omgeving? Omdat goed, eens dat dat moet schalen, willen wij niet de zorgen hebben van onze server is te klein, we moeten opnieuw, want om dan goed te kunnen schalen gaat het vrij traag gaan. Als wij wel beroep kunnen doen op Amazon of Azure of andere, goed. Maar zoals ik ook gehoord heb en gelezen heb, kan men daar nogal grote facturen krijgen ineens, als dat niet goed opgezet is. Vandaar dat we eens komen luisteren. Goed. We hebben de mensen van Active.data ook uitgenodigd om eens te voelen wat de tetrawerking eigenlijk juist is. Goed, dit is het programma. Ik heb dus hier juist een korte overview gegeven van het project. Ik ga zo dadelijk duiken in onze testing van wat heb je nu nodig qua infrastructuur. Daarna gaat Wannes ons uitleggen samen met de mensen van B-Mobile waarom message brokers zo belangrijk zijn in die context, vooral in context van streamingdata. Dan gaan we, daarnet voor, dat ben ik vergeten, iets te snel geweest. Ter illustratie van het project dat we aan het voorbereiden zijn, hebben we al een van ons allerbeste studenten, ik ben hem aan het zoeken. Ach, daar. Hij zat juist zo naast mijn dingen. Waarschijnlijk een van onze beste studenten zelf. Esli is een stage aan het lopen bij ons in het kader van dit project. En in het kader van ons volgend project, hopelijk ons volgend project, we zien wel, rond alles wat te maken heeft met IoT, omdat dus het Internet of Things is natuurlijk een van de bronnen wat alles te maken heeft met sensordata en streamingdata. En hij is al een klein beetje aan het verkennen eigenlijk wat er nu juist beschikbaar is in Amazon. Zo dadelijk na mijn presentatie van de infrastructuur laat ik even het woord aan hem en kan hij jullie al een beetje inleiden in wat daar juist aan het gebeuren is. Dan heb je daar ook al een smaakje van gekregen. Goed. En daarna gaat Wannes jullie vergasten op alles te maken met Kafka en message brokers. Dan gaan we even een dessertje nuttigen. En blijkbaar het meeste enthousiasme. Zoals gevraagd, dus een beetje, er waren toch een aantal mensen die zeiden van ja, geef ons toch eens wat meer feeling met die big data cases. De mensen die het eerder wat nog wat aan het exploreren zijn. En we kunnen grofweg zeggen dat er twee groepen zijn. De mensen die al heel veel ervaring hebben, die de pioniers erin zijn. En anderzijds de mensen die het aan het exploreren zijn. Dus we hebben een van de pioniers gevraagd, Chris, om eens te vertellen wat er bij hem gaande is. En dat is waar we dan ons mee gaan bezighouden na de pauze. En we willen ook graag jullie feedback terug. Dus we gaan, het zal deze keer in twee groepjes zijn, ons even opsplitsen. En een keer horen wat jullie ervan vonden. De bedoeling is nog minstens één gebruikersgroep te hebben. Naast de themadag die de 19 april is. Dus de 19 april kunnen we elkaar ook ontmoeten. Ik zou jullie warm aanmoedigen om daar ook aanwezig te zijn, zeker als je geïnteresseerd bent in infrastructuur. is dat zeker wel de moeite om te gaan. De mensen die de vorige keer gegaan hebben, zullen wel zich herinneren dat het zeker geen platte commercietalk is, zoals dat je soms meemaakt.
Goed. Ik heb vooral met de hulp van Wannes een analyse gedaan van Spark. Waarom hebben we die eruit gekozen? Eigenlijk een beetje omdat we vermoeden dat zelfs de mensen die er nu nog niet mee bezig zijn, er vrij snel mee bezig zullen zijn. Gewoonweg, het is als je, oftewel, al was het maar een grote tekstfile van een of andere log moet gaan doorwerken, of het gaat over streamingdata, waar je dan natuurlijk wel eerst een message queue voor gaat zetten, à la Kafka, à la Amazon Kinesis. Sowieso, we zien het bijna overal, de trend is dat Spark het platform wordt, het framework wordt, die dus die enorme hoeveelheden data gaat gaan verwerken. En de enorme hoeveelheden, dat moet je niet alleen maar denken in terabytes. Ik zal jullie een case presenteren die Wannes heeft uitgewerkt en jullie vorige keer heeft voorgesteld. Dan spreken we van een 300 gigabyte. Ik zou zeggen, vanaf het moment dat je zelf een paar tientallen gigabyte tekst hebt die je moet gaan verwerken, die je echt moet gaan analyseren, kan Spark zijn meerwaarde gaan bewijzen. Grote voordeel, ik zal zo dadelijk nog een beetje dieper gaan. Het grote voordeel is dat je een aantal voorverpakte, als ik het zo kan noemen, machine learning algoritmes hebt die je kunt loslaten. En ik zal jullie daar ook een beetje jullie geheugen opfrissen hoe dat we dat juist gedaan hebben. En dan het andere gedeelte, en je kunt ook interactief Spark gaan ondervragen met Spark SQL. Maar goed, ik ga het eventjes simpel houden en gradueel het een beetje dieper duiken. Heel simpel kun je zeggen dat Spark eigenlijk een engine is die je toelaat om een gigantische brok tekst te gaan opdelen in stukjes, dat toe te wijzen aan een aantal workers. En elk van die workers gaat, dat is toch meestal de bedoeling, je kan het op de disk zetten, maar meestal is de bedoeling om die dataset, om die partitie, om die slice in het geheugen te houden. We gaan een beetje dieper erop in. Het basisprincipe van Spark is zoals dat je hopelijk hebt onthouden van Wannes, maar indien niet, ik doe nog een poging om jullie mee te krijgen, zodat je de testing die ik gedaan heb goed kunt verstaan. Het basisprincipe is wat men noemt de Resilient Distributed Datasets. Wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk verwijzingen naar een collectie van stukjes data waarop dan een bepaalde bewerking gebeurt. Ik ga dat een beetje concreter maken. Grofweg kun je zeggen van, kijk, het is een soort van pointer naar een heleboel data die dan opgesplit wordt in partities. Soms wordt dat ook nog slices genoemd. En die partities worden dan verdeeld en worden liefst in het geheugen bewerkt. Je ziet het aan de naam, distributed. De bedoeling is dat die partities over verschillende nodes verspreid worden, dus over een cluster verspreid worden. Resilient, als een van die nodes doodvalt, is de bedoeling dat Spark toch die job, dus de bewerking op die dataset, kan hernemen. Ik ga dat nog een beetje duidelijker maken. Hier zie je een RDD die die een stuk data heeft waarop hij gaat gaan werken. Hij heeft die verdeeld in partities over verschillende nodes en zo heb je dat voor verschillende RDD's. Als dat nu nog niet volledig duidelijk is, ik ga een aantal concrete voorbeelden geven. Nog even de theorie herhalen. De grote kracht eigenlijk is dat je op die RDD, op die reference van een aantal data-objecten, ga je een aantal transformaties gaan uitvoeren. Wat is dat dan? Een map, een filter, een sort bij een zekere key, een group by. En uiteindelijk ga je daar dan een actie op uitvoeren. Bijvoorbeeld een count, bijvoorbeeld een save as een tekstfile. Het resultaat van die actie is altijd oftewel een tekstfile, oftewel een nieuwe RDD. Dus zo'n nieuw object waar dat dan opnieuw op gewerkt wordt. Voor wie het een beetje meer naar de hardware toegespitst wil zien, MapReduce, dus het grote algoritme dat achter Hadoop zat. Wat was daar de bedoeling? De bedoeling was iedere keer dat je een transformatie deed en dat je het resultaat
op de disk geschreven. Dus meestal was dat dan een key-value-lijst die dan op de disk werd geschreven. Je deed opnieuw een transformatie, dus die MapReduce opnieuw op de disk en zo verder. De bedoeling juist van RDD's is dat je een heleboel transformaties doet op een bepaalde set van data en dat je maar pas op het einde, als je een actie hebt, dat effectief gaat gaan wegschrijven. Om onze testing te begrijpen, is er ook nog één heel belangrijk principe dat jullie moeten mee hebben. Je hebt wat men noemt narrow transformations en wide transformations. Narrow transformations wil zeggen dat je binnen je partitie kan blijven, dus dat je niet hoeft data te gaan uitwisselen tussen verschillende taken. En wide, ja, dat is wanneer dat je begint te tellen, wanneer dat je begint te groepen, dan treedt er natuurlijk een effect op, zoals shuffles. Die shuffles betekenen dus dat je gaat moeten gaan data uitwisselen. En zoals dat de meesten onder jullie met een beetje Java-ervaring weten, betekent dat dus dat je moet gaan beginnen te serializen. En dat is natuurlijk een vrij ingrijpende, operatie. We zullen zien dat dat zijn effect heeft. Hè. Dat serializen gaat zorgen dat het iets IO-intensiever wordt, maar dat ook een serieuze compute. Serializing is niet gratis wat betreft compute. Dus die twee moet je goed uit elkaar. Hier kunnen we maximale parallelisatie hebben. Hier ga je wat I.O. hebben en extra compute om dus te gaan serialiseren. Dus even samenvatten. Hoe zit dat allemaal? Wel, want zo dadelijk ga ik jullie de schema's van onze test laten zien. Er worden jobs gelanceerd. Jobs zijn RDD's die een bepaalde actie gaan uitvoeren. Dus het eindresultaat van zo'n job is oftewel een tekstfile, oftewel een nieuwe RDD, dus om verder mee te gaan. Die jobs die gaan opgesplitst worden in stages. Dat kun je gerust als stapjes van een execution plan, een beetje vergelijkbaar met een query plan vanuit de SQL-wereld, met natuurlijk totaal andere bewerkingen op de data. Een stage is eigenlijk een fase waarin dat dus transformaties worden uitgevoerd zonder dat er shuffling gebeurt. Als er shuffling moet gebeuren, dan ga je dus die data te samenbrengen en dan heb je eigenlijk een nieuwe stage. En nu wordt het interessant voor de mensen die, heel interessant voor de mensen die de infrastructuurkant willen begrijpen. Die stages die worden dan opgedeeld in tasks. Dat kun je eigenlijk een beetje gaan samenvatten als, het is niet volledig juist, maar als de threads, die werken allemaal, die gaan allemaal dezelfde code gaan uitvoeren, maar daar zit eigenlijk de parallelisatie, omdat je daar al die tasks gaan op verschillende stukjes data zitten, op verschillende slices zitten, maar ze voeren wel allemaal hetzelfde uit. Dus je krijgt één stage die zijn werk verdeelt over een heleboel tasks. Elk van die tasks voert exact hetzelfde uit, maar op een verschillend stukje data. En vandaar dat we zullen zien dat de Spark eigenlijk een wonder is qua parallelisatie. Die dingen worden uitgevoerd, die tasks worden uitgevoerd door een executor. Dat kun je als dat is een proces die al die tasks gaat uitvoeren. En die heeft enerzijds de uitvoering, maar anderzijds zorgt die ook voor de caching. Dus die gaat, en algemeen gezien gaat Spark proberen ongeveer 2 à 3 tasks per CPU te gaan uitvoeren, per core te gaan uitvoeren. Goed, je kan dat zowel gaan uitvoeren in een clustercontext. Hier zien we hoe dat uitgevoerd wordt door een clustermanager. Je hebt daar 3 soorten clustermanagers. Yarn, Mesos en dan die ingebouwd is in Spark. En dan wordt dat dus verdeeld over de nodes. Goed. Voordat ik begin met onze conclusies, toch eens even vertellen wat er nu op de website staat. Wat staat er op de website van Spark? Wel, er staat op van kijk, voorzie ongeveer per node 8 tot 16 cores. Voorzie 4 à 8 disks, dus ongeveer 1 disk per 2 cores. Voorzie 10 gigabit ethernet, omdat er voor de shuffling.
En voorzie minder dan 200 gigabyte per JVM. Omdat blijkbaar vanaf dat de JVM meer dan 200 gigabyte moet gaan voorzien, dan krijg je dus een heleboel GC artifacts. Dus dat is een aanbeveling. Minimum vereist is 8 gigabyte. Wat wij nu gedaan hebben is zowel een beetje alle testing die ter beschikking was in academische studies, als onze eigen testing om eens te checken. Want dit zijn toch vrij arbitraire aanbevelingen. Er staat heel weinig bij ook. Als je die webpagina gaat bekijken, dat is een vrij kort stukje tekst die eigenlijk relatief weinig motivering geeft waarom dat je dat nu op die manier moet doen. Dat er geen reet moet gebruikt worden, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Het is niet de bedoeling dat die partitions, dat het resilient systeem wordt onderuit gehaald door een of andere reetvorm. Maar al de rest die was zo, ja, er was weinig onderbouwing bij. Goed, eerst en vooral wat ik gedaan heb is een beetje gaan kijken van hoe ziet er die qua profile uit, die Spark. Daar is er wel vrij goed nieuws. Het goede gedeelte is dat Spark sinds versie 1.4 een soort BitTorrent-alike protocol heeft om als het moet gaan shuffelen over nodes heen. En algemene bevinding die in alle studies terugkomt en ook in de onze is van Spark is eigenlijk vrij goed in alles wat te maken heeft met Ionard en Disk. En wat willen we daarmee zeggen? Je merkt dat van nature, doordat je filters en group bys gaat doen en dat je zoveel mogelijk alles probeert in het geheugen te houden, de transformaties in het geheugen te houden, dat over het algemeen Spark parallel genoeg is om als er naar een disk wordt geschreven toch wel iets parallel CPU, computematig te gaan uitvoeren. Met andere woorden, het is vrij zeldzaam dat een disk de bottleneck gaat beginnen te worden. Er is een aantal uitzonderingen op, die ga ik jullie zo dadelijk vertellen. Dus die combinatie van te werken enerzijds met RDD's die gecached worden en anderzijds van nature het gebruik maken van filters en group bys, een beetje de goede programmeurs, maakt dat Spark eigenlijk relatief meevalt qua I/O-intensiviteit, vooral als je het dan vergelijkt met de voorgaande, namelijk de MapReduce op Hadoop. Er zijn een aantal minder goede kanten eraan. Enerzijds, daar zijn we nog niet toegekomen. Ik ga het vooral benaderen vanuit een infrastructuurperspectief. Het is een Java, je kan daar nog serieus wat optimaliseren op het niveau van de JVM. Er is ook een verschijnsel dat er nogal heel wat pointers worden gesort, dat er pointerlists worden gesort. En de mensen die dat hebben, weten wij uit ervaring, als dat gebeurt, dan gaat de caching van de CPU's het heel moeilijk krijgen. Omdat je daar dan, je springt dan overal rond in je RAM en dan is het heel moeilijk. De moderne CPU's werken met wat men noemt prefetchers. Dus die gaan regelmatig de accesspatronen van de software gaan opslaan en die gaan gebruiken om hun caches te vullen. Als je zo van die pointerlist krijgt waarbij je random door het geheugen begint te springen, dan hebben die caches het vrij moeilijk. We zullen zien dat dat soms een effect heeft. En natuurlijk de best gekende, en die heeft Wannes jullie in groot detail verteld vorige keer, is dat de shuffles natuurlijk vrij de performance kunnen serieus beïnvloeden door onder andere I/O te veroorzaken. Wij hebben niet de voorzieningen om gigantische clusters op te zetten, dus ik heb eerst een beetje gezocht naar studies die al gebeurd zijn en daar is een vrij controversiële, dus ze heeft enorm veel weerklank gekregen. Misschien kennen jullie die studie wel, die uitgevoerd is aan de UC van Berkeley. Dus Berkeley is degene die aan de fundamenten heeft gelegd van Spark. Dus hebben zij ook een uitstekend team die daar testing rond doet. Zij hebben een aantal clusters opgezet met 20 machines en met iets minder dan een terabyte data. En dan 60 machines met 2,5 terabyte data. En de conclusie is bijzonder interessant. De conclusie is dat netwerk.io bijna irrelevant is. Dus ze hebben een aantal grote aantal testen gedaan.
En dat zelf in 1 gigabit netwerk, in tegenstelling tot de aanbevelingen van de Spark-organisatie zelf, zelden een bottleneck is. Ze gaven daar cijfers van ongeveer een 3-tal% verlies door 1 gigabit te gebruiken in plaats van 10%. Dan nog, dat was wel serieus gecontesteerd, ik zal het direct zeggen. Dus ze hebben het dan uitgetest op een Amazon EC2-instances met 8 cores en 2 disks. Zeiden ze van, kijk, al zou je disk performance maximaal gaan opdrijven, lees de allerhoogste IOPS gaan invoeren, dan nog hebben we gezien dat de mediaan van de performance maar met 19% omhoog ging ten opzichte van basic disks, namelijk magnetische disks. Hier is wel een serieuze kanttekening bij te plaatsen. Ik heb eens gekeken wat mensen die er ook volom heel sterk mee bezig zijn daarop zeggen. Het ging hier vooral over Spark SQL, dus interactief Spark gaan gebruiken. En het ging ook over alle loads die ze uitgetest waren, waren met gecompresseerde data. En dus een keer dat de data gedecompresseerd is, dat het over normale tekstfiles gaat, merk je toch een veel sterkere invloed van I/O. Ik ga het nu al een beetje verklappen. Wij hebben ook gemerkt dat I/O toch wel iets belangrijker is dan deze studie laat uitschijnen. Dus terwijl ik de eerste bewering relatief goed begint aanvaard te worden binnen de community, is er rond de tweede bewering toch wel serieus nog wat discussie. En ik ga die discussie alleen maar erger maken. Goed, even recapituleren, wat voor een test hebben wij uitgevoerd? Degene die onze Scala-expert Wannes heeft uitgeschreven. Hij heeft hem u al voorgesteld, maar ik ga hem nog eens heel kort voorstellen, dat je goed weet wat we doen. We droppen op de disks een aantal webarchive gzips, ongeveer 300 gigabyte groot. We gaan die archives decompressen on the fly. We gaan daar gaan filteren op wat echt tekst is binnen die webpagina's, want dat is een gigantische verzameling webpagina's. We gaan daarop filteren, we gaan de bodytekst eruit halen. En daar gaan we dan een NLP, dus een Natural Language Processing, die gemaakt is door Stanford, op loslaten, om dan entiteiten te gaan herkennen. Dus om een idee te krijgen van wat wordt er daar allemaal in besproken, wat zijn de onderwerpen. Eenmaal dat we dat hebben, gaan we die informatie te samenbrengen. We gaan dus een lijst maken van enerzijds de URL's die we tegengekomen zijn, en anderzijds de entiteiten, of dus de zaken waarover gesproken is, die gaan we dan gaan oplijsten. En dan laten we iets Amazon-alike los, de ALS, Alternating Least Square, ook beter gekend als een van de zaken die mogelijk maakt dat Amazon een recommendation engine heeft, die dus u doorverwijst van, u heeft die boek leuk gevonden, dan vindt u waarschijnlijk dit ook leuk. Wij hebben juist hetzelfde toegepast, maar dan op entiteiten binnen een website. Hoe vertaalt zich dat dan technisch naar Spark? Eerst en vooral hebben we moeten zorgen dat er heel wat repartitioning wordt gebeurd. Dus we hebben ons gigantische gz-files. Ja, die lenen zich niet echt goed om mooi te gaan verdelen in slices. Dus eerst moesten die heel mooi gerepartitioned worden. Bijzonder belangrijk om te zorgen dat we die multithreading van onze huidige moderne platformen maximaal gebruikt wordt. Dan gebeurt er natuurlijk die NLP-algoritmes. Daar moet je gehergroepeerd worden, want we moeten daar een lijst kunnen maken van alle entiteiten. We moeten dan opnieuw hergroeperen, want we moeten gaan tellen hoeveel dat bepaalde entiteiten voorkomen op bepaalde URL's. En tenslotte moeten we dat dan wegschrijven in een tekstfile en dan laten we die recommendation engine of algoritme erop los. Goed, toch eens even weergeven wat dat dan in werkelijkheid was. We hebben een 40-tal testen uitgevoerd die elk ongeveer 4 tot 10 uur duurden, afhankelijk van de machine die we hadden. Sommige van die testen crashten na een 2-tal uur, dus je kunt je voorstellen dat dit niet de meest gezellige benchmark-sessie was voor mij. Waardoor crashen die?
Spark heeft soms nodig om naar de disk te spillen. We moesten een beetje om mijn onervarenheid soms. Je moet goed opletten dat er voldoende plaats vrij is om naar een disk te kunnen spillen. Waren nog een aantal andere redenen. Ik ga het een beetje moeten voorop vertellen. Maar als je disk performance te laag is, dan kun je Spark zo lang doen wachten dat hij het opgeeft. Dat hebben we ook een paar keren gehad met systemen die qua storage performance een beetje te laag zaten. Maar het was uitproberen natuurlijk. Om u toch enig idee te geven, sommige van die testen, ons zwaarste systeem, een 44-core systeem, die rapporteerde maar liefst 160 uur tasktime. Gewoon om je doen aan te voelen wat een krachtig platform dat het is. Stel je voor dat je dat serieel zou moeten uitvoeren. Hetgeen dat we nu hebben als test opgezet, dan zou dat kunnen dat als je dat op een single CPU, single-threaded zou lopen, dan zou dat kunnen dat je 160 uur aan het wachten bent op je resultaat. Terwijl dat bij ons in dit geval het maar een goede 4,5 uur is. Geef toch aan hoe belangrijk dat dit soort framework is om door grote logs of streaming data te gaan ploegen. Dus we hebben ongeveer 300 gigabyte compressed data. En tijdens de test merkten we dan ongeveer 45 gigabyte shuffle write. Je ziet daar de bewering die ik daar juist gedaan heb. Die algemene observaties die we opgemerkt hebben in studies en die wij ook gezien hebben, kloppen wel. De hoeveelheid shuffle writes die dus moesten uitgevoerd hebben, blijven vrij beperkt. Dankzij enerzijds die gecachte RDD's en anderzijds het feit dat je van in het begin begint te filteren. Goed, hier zie je, ik heb het er nog een keer onder gezet, een printout van de executor. Dus je hebt een webinterface aan Spark die je toelaat om al die data zowel tijdens de test als na de test te gaan bekijken. En hier zie je het bewijs van de beweringen die ik hier juist gedaan heb. 160 uur, 159,8 uur aan tasktime. Goed. Hoe ziet er dat uit? Dit is een overzichtje van de jobs die gelanceerd worden. Je hebt hier in het begin de repartitioning en de natural language processing. Dat is één grote job. Dan heb je een heel groot aantal parallele jobs. Dat is vooral waar dat we dus gaan groeperen per URL en counten hoeveel dat bepaalde entities worden weergegeven. Hier zit heel wat shuffling in, zoals dat je ziet. En dan heb je een bepaalde tijd nodig om dus de resultaten allemaal terug in een tekstfile te krijgen. En dan laten we dus de alternating least square los. En je ziet al een beetje de verhoudingen. Dus de repartitioning en de natural language processing, ik ga die binnenkort ook opbreken, pakken het gros van de tijd in, samen met dan het groeperen en het counten. En de ALS is eigenlijk een vrij beperkt gedeelte van onze test. Met andere woorden, misschien toch wel belangrijk om dan toch een beetje terug te duiden naar jullie. Zelf al gebruik je zoiets als ALS niet. Ga je bijvoorbeeld iets anders gebruiken of ga je niet een machine learning kind of software loslaten? Je ziet toch dat zelf dan onze test toch vrij relevant voor u kan zijn. Want het zwaargewicht ligt bij repartitie plus group en counting en een stukje bij NLP. Ik ga zo dadelijk meer inzicht geven. Hoe ziet er dat dan uit? Wel, hier zie je de eerste job. Repartitioning en NLP is één grote job. En hier zie je dus die repartities. Die laten ons toe om dus in dit geval 320 repartities. Dat is eigenlijk ervoor zorgen dat je het parallel kan gaan uitvoeren. Over nodes, maar ook over cores. Iedere repartitie is slechts één taak. Dus je hebt één stage dat één taak is. En anderzijds heb je hier de group by en het NLP-algoritme dat losgelaten wordt. Het is één job, maar het bestaat uit in dit geval 10.000 tasks. Dus als je gaat kijken naar de user interface, maak niet de fout van, want dat was al de allereerste keer dat ik ernaar keek, had ik zoiets van, hier hebben we een single-threaded gedeelte.
Dat klopt niet. Je moet natuurlijk altijd naar de tasks kijken. Dus je hebt hier 10.000 tasks die in het grootste gedeelte van de tijd mooi parallel kunnen uitgevoerd worden. Ja, misschien niet onbelangrijk, even teruggaan. Hier heb je shuffling, zoals ik vertel. Dus we zijn daar ook eens even op in gaan zoomen. Hier zie je zo een stage met shuffling. Hier zie je trouwens de verwijzing naar de RDD en de transformaties die erop uitgevoerd worden. Dan kan je inzoomen en dan kan je gaan kijken waar je je tijd aan spendeert. Dit, wat je hier ziet, is uitgevoerd op een, ik zou niet zeggen low-end SSD, maar zeker niet de state-of-the-art SSD. En je merkt hier dat je een vrij goede parallelisatie hebt. Enerzijds doordat het blauw gedeelte, dat is de shadowing, dat is eigenlijk uw overhead die Spark creëert, heel beperkt is. Dus dat is zeer belangrijk, dat uw shadowing heel beperkt is ten opzichte van natuurlijk de parallelisatie van ten opzichte van uw totale compute. Anderzijds zie je hier een stukje deserializing. Ook dat is eigenlijk vrij beperkt qua IO-intensiviteit. Een belangrijke opmerking bij Spark, doordat er geserialized en gederealized wordt, daar zit een serieuze CPU-component aan, waardoor dat het IO-gedeelte, zodra dat het behoorlijk genoeg is, dat je er nog weinig mee kan winnen. Wat wil ik daarmee zeggen? Wat wij gemerkt hebben, is dat vanaf het moment dat wij dat draaiden op relatief goedkope SSD's, dat de kans zeer groot is. We hebben het nog niet kunnen uitproberen omdat ze nog niet toegekomen zijn. Maar we verwachten eigenlijk niet grote performance winsten van heel snelle SSD's te gaan gebruiken. Het groene gedeelte is pure compute. Dus processing power enzovoort. Zelf voor shuffles. Dus hier verwacht ik eigenlijk dat er hier wel wat I/O zou tussen komen. Maar dat hebben we dus niet gezien. Goed. De resultaten. Eerst en vooral, de bovenste resultaten mogen niet voor 31 maart publiek worden gemaakt, maar ja, jullie zijn een speciaal publiek. Dus dat is al met de nieuwste Intels. We konden het niet laten om al gaan uit te gaan testen. Ik ga u even erdoor leiden. Ik heb eerst en vooral als referentie deze hier gebruikt, de Xeon E5-2690. Waarom? Omdat dat de eerste versie was van Intels nieuwe generatie van Xeons. De V1-versie, ook wel soms zonder V1 gelaten, gewoon E5 en zoveel. Ik gebruik dat als referentie omdat die ongeveer 4 jaar geleden zijn gelanceerd. Typisch vervangen we zuiver hardware tussen de 3 en de 5 jaar. 3 jaar voor de mensen die... Maar rijker zijn 5 jaar voor de mensen die op zware budgetten moeten leven. Goed, dus heb ik dat als referentie genomen om te zien waar dat mag komen. Dit is het aantal jobs per dag. Dus het aantal keren dat je een dergelijke batch-analyse kunt doen in 1 dag. Om het een beetje gemakkelijker te maken, heb ik direct dit als referentie gezet. Dit op 100 gezet. Dus als je wilt een idee hebben van... Hier zie je het, het is ongeveer minimum 4 uur, zelf op de beste machines ter beschikking, dat je nodig hebt om dergelijke jobs uit te voeren. Maar dit zegt natuurlijk meer omdat je hier heel snel de connectie kunt maken, heel snel conclusies kunt trekken. En hier heb ik dus die V1 als 100% genomen. Ik heb ook eens uit pure interesse gezien wat zou de vorige generatie gaan, die is al 5 of 6 jaar oud. Ziet je dat het verschil niet zo enorm is. Maar hierboven komt het hele interessante. En het hele interessante is dat we dus gemerkt hebben dat de heel dure machines, de quad-machines, helemaal niet zo goed presteren. Maar 37% kunnen extra leveren ten opzichte van onze referentiemachine. Hier hebben we nog niet de V4's van, dus we hebben de V3's gebruikt. Eventjes oriënteren, dus dat gaat over een quad-machine, dus de allerduurste die je ter beschikking hebt van Dell, HP en zo verder. Quad-machine, versie 3, die tussen 2.5 en 2.8 GHz draait. En je hebt in totaal 72 cores, 144 threads ter beschikking. En we merken dus dat Spark daar niet echt laaiend enthousiast van wordt.
Ik ga dat zo dadelijk uitleggen waarom. Dan, na de nieuwste V4-versie, met 22 cores, die merken we toch wel een serieuze winst. Je moet hier vertrekken. Dit is hier 8 cores maal 2, 16 cores. Hier zitten we op 22 cores. Hebben we toch 50% winst. Dat is wel mooi als je bedenkt dat dit een single CPU is en dit een dual CPU. En dat deze eigenlijk nog maar minder dan 50% cores ter beschikking heeft extra. Dus hier heb je al een mooie winst. De winst naar dual is iets beperkter. Je ziet daar een goede, een dikke 30-35%. Dat kunnen we waarschijnlijk wel nog verbeteren door nog wat meer te optimaliseren. Maar we verwachten daar ook geen sprong van bijvoorbeeld 30-40%. Ik denk dat we er ongeveer 10-20% marge in zit als we onze load optimaliseren. Want we merken dat het gros van de tijd zitten we ongeveer op 96% CPU load in de meest parallelle gedeeltes. Dus veel valt daar niet meer te halen. Dus één belangrijke opmerking. Single CPU doet het vrij goed. Dual CPU geeft nog winst. Quad CPU te vermijden is zeker geen goede platform voor Spark. Ja. Binnen één systeem, ja. Het netwerk op zich in deze setup geen... Heel juist, dat had ik moeten vermelden. Het netwerk op zich heeft totaal geen invloed hier. De bedoeling was, er waren voldoende studies voor clusters. En je hebt die ene gezien, die is vrij extreem. Als die merken op 20 nodes en zelf op 60 nodes dat het netwerk relatief onbelangrijk is, dan denk ik dat we, tenzij dat er hier mensen zijn met gigantisch veel ambitie, ja, ik ga moeten opletten met Wim, maar dan denk ik dat de meeste mensen hier vrij veilig kunnen zitten als ze zeggen van, binnen een paar jaar is 10 gigabit vrij goed ingeburgerd. Dus denken we dat we kunnen zeggen van, we hoeven daar niet dieper, heel diep op in te gaan. We gaan nog wel clustertesten draaien, maar dat zal toch weer sowieso beperkt zijn tot 3 nodes, 6 nodes, als we heel veel geluk hebben. Goed. Heel interessant, en die heb ik apart genomen, was het feit dat onze Dual Xeon op een heel aparte manier reageerde. We haalden ongeveer 4 uur als we onze RAMs, als de modernste RAMs gebruikten. Dus dat is op 31 maart worden de modernste RAMs gelanceerd, DDR4 op 2400 voor de zuiverwereld. Als we die van snelheid verlaagden, dan kregen we een gigantische performance impact. En op de enkele Xeon zagen we dat niet. We vermoeden dus dat de meest voor de hand liggende verklaring is daar, je hebt 2 nodes, eigenlijk binnen in je server. Dus niet vergeten, iedere CPU heeft zijn eigen geheugen. Je hebt dus 2 NUMA-nodes binnen je server. Dus de shuffling die daar moet gebeuren is tussen die nodes kan een vrij grote impact hebben. Als je dan je geheugen nog eens gaat qua snelheid gaan vertragen, dan die uitwisseling die daar moet gebeuren, kan een serieuze impact hebben op je performance. Bij een single CPU heb je dat natuurlijk niet en daar is die impact veel, veel kleiner. Die 3-5%, dat valt goed mee, is natuurlijk een gevolg van het feit dat Spark de neiging heeft om wel af en toe eens cache-onvriendelijk te zijn. Maar als je de shuffling gaat combineren met het cache-onvriendelijk zijn, dan heb je echt een enorme impact. Dus als je naar Dual Xeon gaat, houd er daar rekening mee. Je gaat meer moeite moeten steken in het optimaliseren. En je gaat moeten opletten met de snelheid van je geheugen. Dat is daar een vrij kritische factor aan het worden. Goed, ik had jullie meer uitleg beloofd op de impact op de machines. We hebben dat eens een klein beetje dieper bekeken. En hier zie je niet alle jobs, niet alle gedeeltes van onze workload, maar de belangrijkste. Ik heb de belangrijkste eruit gehaald. Er zijn een paar soorten die eruit gezwierd zijn om niet te veel van die superkleine bartjes te hebben en om niet de boodschap verloren te laten gaan. Mijn collega's hebben er mij regelmatig op gewezen dat ik iets meer op mijn grafieken moet letten. Zijn ze beter? Ze zijn beter.
Dus wat je ziet is dat het repartitioneren, dus het opdelen in slices, een stuk vlotter gaat als je meer threads ter beschikking hebt. Ook het NLP-gedeelte schijnt nog redelijk goed. Dit is van 44 naar 88 threads, van 88 naar 144 threads. Het NLP-gedeelte heeft een beperkte parallelisatie. Dus hier zien we al een beetje diminishing returns. Bij de regrouping en de shuffling around valt het eigenlijk ook nog wel goed mee. Maar ja, dit zijn geen winsten om echt van blij te worden. Je gaat hier dubbel zoveel processing power inzetten en je krijgt ongeveer 10-15% winst. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat je eigenlijk binnen je server een dubbele node aan het creëren bent. En dat gaat natuurlijk zijn effect geven op die shuffles. Tenslotte heb je de CVS tekst. Hoe meer partities dat je maakt, hoe zwaarder dat je natuurlijk moet serializen en hoe langer dat natuurlijk duurt om dat allemaal op de disk te krijgen. En tenslotte het ALS-algoritme blijkt ook maar een beperkte parallelisatie te hebben. Dus je ziet wel dat er limieten zijn aan de hoeveelheid parallelisatie dat je kunt hebben. En vooral als je naar multiple nodes gaat, begint dat zijn effect te krijgen. Eenmaal naar de quad-xeon is het helemaal omzeep, zoals dat jullie zien. Hoe komt dat? Dat komt natuurlijk, je hebt daar vier nodes, dat maakt het nog een beetje erger. En je hebt daar geheugen die op een veel lager ritme zit. Typisch, hoe hoger dat je gaat in het scala van aantal sockets, kom je terecht in geheugensnelheden die lager worden gehouden vanwege het feit dat dit soort platforms vooral gekocht wordt voor RAS, de reliability van het platform. En dit is een typische thuis voor de grote databases. En vandaar dat men de neiging heeft daar om niet naar de allerhoogste RAM-snelheden te gaan. Lagere RAM-snelheid, lagere single-threaded performance. En dit is het gevolg. Goed. Ja, dus we waren met goede verwachtingen begonnen. Hoe zit het verschil tussen een relatief goedkope entry-level, nog wel altijd enterprise SSD, S3500 hebben we gebruikt voor de mensen die het willen weten. Dat is de relatief goedkope range van Intel voor enterprise. En dan hebben we vergeleken met magnetische disks. En het is juist dat Spark echt wel heel goed zijn best doet om over het algemeen CPU-intensief te zijn, maar bijvoorbeeld repartitie was een gigantische ramp. Dus op disk repartitie gaan voeren, dat is logisch natuurlijk. Hij leest die data wel sequentieel in, maar je krijgt toch wel hier en daar wat randomizing. En je merkt dus een factor 10 van disk naar SSD. En we kunnen nu niet veel meer geven, want iedere keer dat ik dat uitvoerde, we gaan een zwaardere diskconfiguratie, die spijtig genoeg maar deze week binnengekomen. Kirt heeft die ingepalmd voor zijn testen. We gaan een zwaardere diskconfiguratie moeten vertellen om jullie echt het complete verhaaltje te geven. Want hier, na de NLP, viel het iedere keer dood. Waardoor dat we maar die eerste twee jobs aan jullie kunnen vertellen. Maar ik denk dat het vrij duidelijk is dat doordat Spark een stuk efficiënter is als het gaat over de datapartitie, dat je waarschijnlijk toch gaat moeten investeren in... je hoeft niet in de allerbeste SSD's te investeren, maar ja, toch dat het de moeite is om dat te doen. Want je ziet al, die repartitiefase gaat al verschrikkelijk traag op disksystemen. Dus om het allemaal een beetje samen te vatten, wat zijn onze bevindingen? Wel, vanaf het moment dat je een low-end SSD hebt, gaat de serializing ervoor zorgen dat de bottleneck complete CPU wordt. Onze aanbeveling is om vooral nodes te maken met een single CPU, maar wel niet de single CPU's, de goedkoopste single CPU's, maar degene, dus voor de mensen die niet thuis zijn in de nomenclatuur van Intel. Je hebt binnenkort testen trouwens IBM, die is nu toegekomen. Je hebt de V3's, maar die is dual channel. En die heeft ook altijd beperktere speeds. Op dit moment zijn ze beperkt tot 1600. En dan heb je de
De E3, niet de V3. En dan heb je de E5. En dan heb je Quad Channel. En tot wie de 2400. Maar dat betekent dus dat je van hier naar hier heb je meer dan een verdubbeling van je bandbreedte. En nog eens een extra latency boost ook. Dus dit wordt typisch in single CPU nodes gestoken. Vandaar dat ik het zeg. Dat ik er de nadruk op trek. En dit is typisch in dual configuraties. Dus je gaat dat heel weinig vinden in single. Het bestaat wel, maar het is moeilijker te vinden. Dus we hopen een beetje dat de markt zich daar ook wat gaat aanpassen. Ze zijn in elk geval moeilijker te vinden, ik zal het zo zeggen. Niet te vinden is niet correct. Dus wat wij aanraden is dus echt nodes met die E5's en niet de lower-end E3's of nog lower-end. Dan verlies je ook processing power. Maar wat wij aanraden is dus diegene met quad channel, dus de E5's in single CPU configuratie. Je kan voor dual Xeon gaan, maar houd er rekening mee dat je gaat wat meer moeite moeten doen in optimalisatie en dat dan de memory speed echt kritisch wordt. We hebben ook gemerkt, hyperthreading on. We doen er altijd testen naar. En bijvoorbeeld voor SQL, voor de mensen die in ons vorig project gezeten hebben, we hebben bijvoorbeeld op SQL getest, SQL Server. SQL Server houdt niet van hyperthreading, toch niet in heel wat omstandigheden die kritisch zijn. Spark is er zot van. 20% extra op een single CPU en op een dual CPU merkten we minder. Maar ik denk dat jullie nu wel al doorhebben waarom dat zo was. En voor de rest, 1 gigabit, alle studies zeggen dat relatief voldoende zal zijn voor kleine clusters. SSD's, serieus effect, maar overdrijf niet, kies voor capaciteit over snelheid. Dus dit is een samenvatting van wat ik hier het voorbije 3 kwartier heb zitten vertellen, of bijna een uurtje heb zitten vertellen. Dus single cluster van, clusters van 1 Xeon E5 per machine. Snelheden we goed in het oog houden van het geheugen. 1 GB Ethernet, mid-range, low-end SSD's. Ook belangrijk om op te merken, als je dan toch met dual CPU's gaat werken, let erop dat je beperkt bent tot 2 DIMMs per channel. Alle die CPU's laten 3 DIMMs per channel toe, maar dan ga je naar een veel lagere snelheid. Dus dan zak je van 2400, 2133 naar 1600. Dus dat is wel heel belangrijk om te benadrukken. Omdat natuurlijk Spark, afhankelijk van je workload, ga je natuurlijk daar heel graag veel geheugen aan geven. Bijvoorbeeld 200 gigabyte. Stel je voor dat je een workload hebt die 200 gigabyte kan gebruiken. Dan ga je daar natuurlijk heel graag veel geheugen aan geven. Maar als je natuurlijk ook die snelheid wilt, dan moet je beperken tot 2 DIMMs per channel. En als je dat dan gaat uitrekenen, op dit moment de betaalbare DIMMs zitten 16 gigabyte. Dus dan ben je per CPU beperkt tot 128 gig. Dus dat is een afweging die je moet gaan maken. Als ik mijn machine volprop met geheugen, dan zakt mijn geheugensnelheid. Minder belangrijk voor een single CPU, maar voor dual CPU was dat echt een gigantisch effect dat we daar gemeten hebben. Goed. Ik hoop dat ik jullie toch een beetje inzicht heb gegeven in infrastructuureisen. Ja. Ja. Ja, je sprak daarnet van dat er af en toe moet gespeeld worden. Ja. Naar schijf. Ja. Zijn er ook richtlijnen van je hebt minimum zoveel procent extra capaciteit of vrije ruimte? Ja, dat zijn we nog aan het uitzoeken. Ik vind dat het wel nuttig is om op te merken. Dus in die benchmark was natuurlijk die Liga Partition was nodig omdat we met gegeven de input van ons hebben. Wat dus eigenlijk betekent voor die Liga Partition. Nu, je zit in input van dat kan te splitsen, want dat is gezet. Dus daarom moet je in de partition dan ook zeggen te verdelen. Als je nu gewoon nog laat de teksten werken, dan kan Spark zelf niet bepaalde verdelen. En dan gaat het in de partition en dus ook alle discontinuïteit gaat waarschijnlijk ook veel lager zijn, omdat hij gewoon kan lezen. En dus dit is nu
SSD's gaan sowieso nooit slecht zijn. Maar als je maar gewoon met platte tekst zit die hij al zelf kan onderverdelen, zonder dat hij dan nog zelf moet repartition, dan zit daar mijn ander probleem. Ja. Dus moet ik natuurlijk eens, zou mij eigenlijk ook eens moeten uitmeten, maar goed. Ja. Maar het is een logische redenering, ja. Het is een goede aanvulling. Zodra dat we, dat ik het ga kunnen testen op onze cluster die meer disks heeft, gaan we ook zien wat er in de volgende fases gebeurt. Want het is een heel goede opmerking natuurlijk dat bij ons die repartitie vrij zwaar is. Maar ik denk dat de meeste mensen toch, of, allez, ik moet daar een beetje naar u kijken, maar dat het toch gecompresseerde data steeds nadrukkelijker aanwezig gaat zijn. Ja, ik zie Wim toch al ja zeggen. Ja, voilà. Dat is ook een logische manier om je data op te stellen, is inderdaad. Maar het is niet zo dat wij zeggen van dit is de configuratie van Spark. Dus dat is even met een benchmark. Maar we willen toch al iets meegeven. We willen toch al iets meegeven. Hè. Dus wat we vermoeden dat voor jullie... Er zit toch wel wat goed nieuws in ook. Het feit dat overal werd gezegd van... dat is toch al fijn dat we niet moeten in zware netwerkinstallaties gaan investeren. Maar er zijn toch wel serieus wat optimalisaties te doen qua hardware. Ik heb nog een vraag. Ja. Serialisatie en deserialisatie. Ja. Is dat iets dat je custom kunt implementeren? Of vast aan hun... Ik ga Wannes laten antwoorden. Die heeft dat vorige keer verteld. Ik heb de standaard Java serialisatie, dat je kunt opleunen, maar ik heb dan ook bijvoorbeeld de cryo serialisatie, een meer geavanceerde. Ik denk dat je daar ook, ja, als je je schema hard hebt, dan heb je waarschijnlijk ook met Padlet kunnen werken. Ja. Maar dat is de dynamische natuur in dat een beetje. Ja. Dan moet je echt met een vast schema gaan werken. Ja. Dan weet je niet eigenlijk in de stad dat dan gaat zitten. Maar zijn er dan wel nog dingen mogelijk? Goed. Ik denk dat ik Ezelu nu even aan het woord laat om eens te illustreren. Enerzijds wat dat we al aan het voorbereiden zijn, hè, om te snappen waar dat die sensordata allemaal vandaan gaat komen. En anderzijds een beetje de praktische kant van de zaak, van hoe zit dat met Amazon IoT? Dus, Ezelu.